we staan hier op een iconische plek, want dit is Museum de Lakenhal. En ik kan me nog goed herinneren hoe ik als klein ventje hier kwam en voor het eerst hoorde van de geschiedenis van Leiden. Van de lakenindustrie en de 3 oktober, het verzet tegen de Spanjaarden. En hier komen alle Leidse kinderen nog steeds. En daarmee kan je eigenlijk zeggen dat het in het DNA van onze stad is gaan zitten. De geschiedenis, de cultuur. Ja, Leiden zegt ook, wij zijn een stad van kennis en cultuur. Met de oudste universiteitsstad van Nederland. Ja, en met die universiteit en de musea en inwoners van onze stad en maatschappelijke organisaties hebben we samen de erfgoednota opgesteld. En die loopt tot 2020. Wij gebruiken de monumentale status van deze stad actief door enerzijds mooie historische locaties en gebouwen te gebruiken voor evenementen. Anderzijds bij culturele manifestaties de stad als decor in te zetten. We hebben geprobeerd om het verhaal van Leiden op te schrijven en daarbij de uitgangspunten van het materieel en immaterieel erfgoed te gebruiken. En hebben gezien dat het een het gevolg is geweest van het ander. Ter illustratie, we hebben bijvoorbeeld gezien dat de stichting van de universiteit leidde tot de stichting van de eerste medische hortus van Nederland, waar Herman Boerhaave als wetenschapper actief gebruik van maakte. Hij was de eerste die patiënten in een verzorgingshuis collectief behandelde waar studenten bij waren. De voorloper van het eerste academische ziekenhuis van deze stad, wat weer de bakermat is geweest van het Leiden Bioscience Park, daar waar we de ontdekkingen van de toekomst verwachten. Erfgoed Leiden speelt een centrale rol in de uitvoering van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het is Erfgoed Leiden en omstreken. We werken voor de hele regio en dat betekent dat we archieven beheren voor de regio. We geven daar advies over. We geven advies over monumenten en archeologie, doen bouwhistorisch onderzoek. En we zorgen voor een regionaal erfgoedoverleg, zodat de opgebouwde kennis en expertise gedeeld wordt en mensen ook van elkaar kunnen leren. Erfgoed Leiden heeft 85 actieve vrijwilligers die helpen bij het toegankelijk maken van onze collecties op allerlei manieren. Daarnaast kunnen inwoners ook online meehelpen, bijvoorbeeld met het project Lens op Leiden, waar mensen foto's op de kaart moeten zetten. Daar waren binnen een paar weken 3000 foto's gedaan, kunnen wij nooit zelf. En daarnaast zijn er nog andere crowdsourcing projecten waar wij totaal niet weten wie het is, maar de laatste achterkwamen dat onze verste vrijwilliger iemand was die op zijn veranda in Botswana zat te werken. Bij Erfgoed Leiden is er in ieder geval de integrale aanpak, waar archivarissen, experts op het gebied van monumenten en archeologie, bouwhistorici, allemaal samenwerken aan één verhaal. En we werken in ieder geval jaarlijks mee aan de Open Monumentendagen, de Museumnacht en de Nacht van Kunst en Kennis. We proberen te werken met heel veel open data. Dat stimuleert het gebruik van al onze collecties enorm. We hebben bijvoorbeeld het laatste half jaar een aantal artikelen op Wikimedia gezet. En dat heeft in een half jaar gezorgd voor meer dan 1 miljoen extra gebruikers wereldwijd. Daarnaast werken we samen met universiteiten als die van Amsterdam, Leiden en Barcelona. En dat gaat over projecten die ervoor zorgen dat je erfgoed op een hele andere manier kan beleven. Bijvoorbeeld via augmented reality. De viering van 3 oktober is belangrijk omdat het denk ik het evenement in de stad is waarbij de Leidenaar zich unaniem verbonden met elkaar voelen. Jong en oud, ongeacht welke afkomst, mensen die gaan op en rondom 3 oktober de stad in om met elkaar te herdenken dat Leiden ontzet is in 1574, te vieren dat dat is gebeurd met allerlei evenementen, historische evenementen, leuke evenementen. Dit is denk ik een evenement heel kenmerkend is voor de stad Leiden. Ik kan niet precies zeggen hoeveel mensen er komen, maar het zijn er heel erg veel. Het is een beetje afhankelijk van het evenement. De avond voor 3 oktober, dan is de stad stampvol. En dat zijn eigenlijk allemaal jongeren die willen feesten en vieren. Nou, dat zijn er denk ik 100, 200.000, geen idee. Dan heb je daarna de evenementen waar duizenden mensen op afkomen, zoals het zingen van koraalliederen in het Van der Werfpark. De grote optocht, daar komen meer dan 100.000 mensen naar kijken. Dus al met al komen er echt hele grote groepen mensen, niet alleen uit Leiden, maar uit de wijde omgeving naar Leiden om Leidens ontzet te vieren. Wij zijn het PS-theater, het Stadsgezelschap van Leiden. En we maken voorstellingen op basis van de verhalen die leven in deze stad. En die spelen we op bijzondere plekken. Dus hier zo in de meelfabriek, maar ook op begraafplaats Groenesteeg, op het nieuwe cultuurplein de Lammermarkt. Dus we zoeken steeds plekken op die passen bij het verhaal van deze stad. Voor iedere voorstelling die we maken trekken we de stad in en gaan in gesprek met de Leidenaar over wat hem beweegt en wat hem beweegd heeft. Dus bijvoorbeeld bij de voorstelling Wij van de Fabriek, die we hier zo in de meelfabriek speelden, gingen we in gesprek met mensen die hier zo hebben gewerkt, die in de andere fabrieken die Leiden zo groot gemaakt hebben gewerkt.
Over hoe dat was, hoe hun bestaan was, hoe zij hun identiteit ontleenden aan het werken in de fabrieken. Achter mijn rug is zichtbaar een van de voorbeelden van de kunstwerken die onderzocht zijn door een commissie van onze vereniging. Die hebben een integraal onderzoek gedaan naar de kunst van de wederopbouw in Leiden. Die hebben dat in kaart gebracht. En dat is samen met de gemeente voorzien van een beoordeling. En vervolgens heeft de gemeente werk ervan gemaakt om beleid te formuleren hoe om te gaan met dit type kunst. Een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen de amateurhistorici en de professionals en de gemeente die er uiteindelijk beleid mee gaat maken. Het idee voor het Singelpark is van een burger uit Leiden, dus eigenlijk een burgerinitiatief. En die wilde een heel bijzonder park langs de vestinggracht, waar we nu staan. En dat is opgepakt door Stadslab. Die hebben allerlei brainstorms met allemaal bewoners uit de stad ook georganiseerd. En daaruit is het plan voor het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland gekomen. En dat is door de gemeentepolitiek, het gemeentebestuur omarmd. We hebben de vrienden van het Singelpark opgericht om samen met de gemeente en andere organisaties ook het park te realiseren. En bewoners natuurlijk. Ja, ik vond het leuk om samen te werken met de gemeente met het project Historische Winkelpuien terughalen. En er zitten nog heel veel historische winkelpuien achter de moderne gevels van de stad. En wellicht worden winkeliers ook gemotiveerd om die historische puien weer naar voren te halen. En dat zorgt natuurlijk voor dat Leiden een prachtige, mooie, historische stad wordt waar iedereen graag naartoe wil. En die gewoon aantrekkelijk wordt om ook te zijn. We hebben 13 musea in Leiden met een prachtige collectie. Internationaal en ook op nationaal niveau bekend. En ook heel breed. We hebben dino's, mummies, we hebben Rembrandt, we hebben de prachtige Siebels collectie. Maar ook technologie, natuur. En een enorme diversiteit en breedheid. En de kinderen in Leiden, maar ook daarbuiten, die komen naar de stad om zich te verwonderen. En we hebben als Leidse musea ook een prijs gewonnen. De cultuur-educatieprijs voor het verwonderpaspoort. En in de Leidse musea kun je verwonderen over al het moois wat Leiden als stad te bieden heeft.